Op aanvraag van Rinus van Peter Gem, als ik het goed heb, ja ik heb het goed, ga ik vandaag de Pottermore quiz doen op Pottermore natuurlijk. En we gaan erachter komen in welk Hogwarts house ik kom, wat mijn patronus is en wat mijn toverstaf zou moeten zijn. Natuurlijk, als ik eventjes snel ga kijken, heb ik al een toverstaf? Ik vind hem wel eventjes niet, dat is mijn toverstaf. Waar is mijn toverstaf? Ik wil mijn toverstaf hebben. Jongens! Zoals je kan zien, misschien ben ik een trotse bezint van de Elder Wands. Dus op zich, ik kan iedereen aan die probeert tegen mij te gaan. Ik ben best goed met mijn wands. Denk daar maar niet verder over na. Maar laten we eens even gaan kijken of dat de Pottermore site ook mijn Hogwarts house weet. Mijn echte wand, waarvan dat deze is opgebouwd, zeg maar. En mijn patronus. Nu heb ik alles het laatst al gedaan, want ik heb natuurlijk al als een Harry Potter fan, heb ik een Pottermore account. En ik ben altijd gesort into Gryffindor. Ik ben altijd een Gryffindor geweest. Mijn patronus was altijd een of andere rare vlek. Om de een of andere manier. En de One Ceremony, ik had normaal altijd Dragonheart String. Dus dat is interessant. Ook gaan we vandaag eens eventjes mijn nieuwe Harry Potter mock showen. Oké, dus hebben we volledig in het thema van Harry Potter. En wat we zelfs in ongeveer in het midden van de video gaan doen, is eventjes een unboxing snoep gadget test doen van dit snoepje. Ik heb geen idee wat het is. Het is een gummy creature. Dus het is een dier uit Harry Potter, maar ik heb geen idee wat het precies kan zijn. Dus dat is interessant voor Sevis. Ik ga kijken naar wat mijn Hogwarts house is. En we gaan laten. Oké, hou ik meer van de maan of van de sterren? Sterren of de maan. En dan hou ik meer van de maan, want de maan vind ik gewoon mooier. En de maan kunnen we daadwerkelijk naartoe gaan. Dus late at night, walking alone down the street, you hear a peculiar cry that you believe to have a magical source. Oké, wat er eigenlijk aan de hand is, ik ben alleen aan het wandelen in een nacht, in een straat, waarschijnlijk de weg is weg, of een Diagon Alley eigenlijk, en dan hoor ik een rare huil, en dat is dan, waarschijnlijk is dat van magische oorsprong. Wat doe ik? Neem ik mijn toverstaf, en ga ik daar staan, en dan ga ik eigenlijk mezelf verdedigen. Ga ik gewoon verder gaan, maar dan een beetje oplettend. Met één hand aan mijn wand. Oef. En een oog dat kijkt naar alle moeilijkheden. Ga ik mijn toverstaf nemen en proberen te achterhalen waar het geluid vandaan komt? Of ga ik zoeken naar wat er eigenlijk het probleem is en ga ik dan ondertussen even kijken wat ik het beste kan doen in tijden van nood? En dan denk ik dat ik meer naar de vorige ga. Ik neem mijn toverstok uit caution en ik ga kijken wat er aan de hand is. Misschien is het wel iets anders, misschien is het wel iets ergs. We gaan altijd kijken. Oké. Which would you rather be? Wil ik liever leuk gevonden worden? Wil ik liever vertrouwd worden? Wil ik liever geangstigd worden? Dat is dat mensen bang voor me zijn. Wil ik liever envied worden? Ik weet niet wat het betekent. Wil ik liever geïmiteerd worden? Helemaal niet. Wil ik liever praised worden? Hoeft voor mij ook niet bepaald. Liked of trusted? Trusted denk ik dan. Je hoeft me niet leuk te vinden als men mij vertrouwt. If you were attending Hogwarts, which pet would you choose to take with you? Oké, holy shit, dat zijn er heel veel. Ofwel een uil, ofwel een toad, dat is een schild. Nee, ofwel een uil of een kikker. Ofwel een kat, ofwel een andere soort uil, ofwel nog een... Oké. Dood, kat, Siamese kat. Sneeuwuil. Oké, we gaan deze gewoon pakken. Ja, inderdaad, we gaan deze gewoon pakken. Oké, 4 bekers zijn er voor mij geplaatst. Waaruit ga ik drinken? Het zachte drankje dat een beetje een geur heeft van plums en chocolade. Ga ik drinken van het mysterieuze zwarte drankje. Dat geeft rare geuren en het geeft je vreemde visioenen. Ga ik de Ground Diamonds dingetjes doen? Dat blinkt, oké, ik weet niet wat het bestond. Of de Golden Liquid, dat it hurts the eye. Dus het doet mijn ogen pijn. En het maakt zonnestraaltjes over het... Ik ga de eerste pakken. De eerste is de enige die leuk klinkt. Oké, which of the following would you most like to study? Merpeople? Nah. Centaurs? Misschien. Werewolves? Nah. Vampire? Nah. Goblin? Nah. Troll? Nee. Ghost? Nee. Oké, dan zijn de Centaurs. Centaurs vind ik heel interessante beesten. How would you like to be known to history? The great, the wise, the bold of the good. The good. Ik hou van een good. En left or right? Ik ben natuurlijk een right-handed person. Select. Ik ben een Hufflepuff. Oké, vanaf nu ben ik dus een Hufflepuff. Interessant. Oké, tof. Oké, wauw, ik ben een Hufflepuff. Oké, ik ben dus een Hufflepuff, maar het is nog niet klaar, want we natuurlijk ook nog gaan kijken wat dat mijn patronus is. Mijn patronus was de vorige keer een rare vlek. En ik snap nog steeds niet waarom ik een rare vlek was. The patronus is a kind of positive force, a protection of the very thing that the mentor feeds upon. Hope, happiness, he desires to survive. Oké, maar laten we misschien eerst even beginnen met de unboxing van mijn snoepje. Even kijken. Oké. Ik wil mijn snoepje openen. Heb ik een schaar? Ik heb een schaar. Oké, we gaan mijn snoepje openen. Ik weet echt niet wat het is. Staat er ergens bij wat het is? Het zou wel een interessante opgave zijn natuurlijk. Want anders zit hier gewoon voor niks. Oké, staat er iets op? Ik heb hier dit snoepje. Dit snoepje dus. Het ruikt wel heel erg zoet. Dus dat is interessant. Staat hier nog iets op? Nee, er staat gewoon niet op wat het precies is. Maar oké. Oké, het is lekker. Oké, nou heb ik het test. Oké, ik heb het door. Begin. Oh, auw, zo hard. Relax. Think of your happiest memory. Oké, dream dance of discovery. Dromen. Dit is wel een cool gemaakte quiz trouwens. Holy shit, dit ziet er goed uit. Oké, dit vind ik echt cool gemaakt. Dan hebben we warm of cold. Ik hou meer van de warmte. Dit vind ik echt cool gedaan. Zal vocht in onze muis? Oh, kijk die particles die onze muis volgen. Holy shit. Prachtig toch. Lead, escape of save. Save dan. Ik kan niet leiden. Ik hoop niet van ontsnappen. Ik ga echt voor het redden. Even kijken. Ik ben een beetje te kop voor het ontsnappen. Daarom ben ik hou echt niet van leiden. Ik wil echt niet leiding hebben. Ik wil niet het onderdeel zijn van alles. Eigenlijk van alle problemen. You're so close to patronus. Something's taking form. Oeh. Ik ben benieuwd wat mijn patronus is. Eigenlijk ben ik benieuwd dat ik nog steeds die rare vlek heb. Safe or free? Ik hou meer van... Oeh, dit is moeilijk. In welke context? Safe or free? Oh! Je moet snel antwoorden. Oké, sorry. Wist ik niet. Silent or speak? Hou ik meer van praten. Ik ben eigenlijk een praatbeer, zoals je nu ook al kan horen. Oké, ik ga even een snoepje pakken. Snel terug. Ja, kut man. Jelly. Oké. Listen, watch of touch. Luisteren. Vooral luisteren. Ik ben weer een luisterend. Ik ben echt een luisterend oor. Dus interessant. Volgens mij krijg je de patronen nu. Ja, dit is het sowieso. Nee, sowieso niet. Ik wil een patronen. Draai aan leren. Oké. Click, drag and release for your patronus. Wow! Daar is hij! Dapple Gray Mare. Oké, we hebben een soort van paard dus. Een paard. Ik heb niks met paarden, dus ik vind het een rare keuze. Maar return to my profile, dankjewel. Oké, mijn patron is dus een paard. Oké. Hufflepuff, Dapple Gray Mare en nu mijn wand. Oké, begin the experience. Ah, dit is weer zo'n saaie quiz. Oké, to ensure van the perfect wand for you. Dus om zeker van te zijn dat we de perfecte stok voor jou vinden. Het is heel belangrijk dat je de volgende... vragen eerlijk beantwoorden. Hoe zou ik mijzelf beschrijven? Average height, dus gemiddelde grootte, klein of lang. Dan zou ik zeggen de gemiddelde grootte. Ik ben 1,75 meter ongeveer, denk ik. Nog net niet. And your eyes zijn dark brown and black. Nee, blue and green. Nou, die kan erbij. Dan hebben we other, green, blue, grey. Nee, die zit niet blauw. Het is meer groen-grijs. Hazel, brown, grey, blue, dark brown, black. Pak ook een other. Oké, other. Inderdaad. Was the day on which you were born an even number of an odd number? Het is een odd number, ik ben geboren de 23 augustus 1999. Do you most pride yourself on your determination? Imagination? Ik heb een heel goed imagination. Resilience, intelligence, no. Originality, no. Optimism, no. Kindness, ja. Kindness of imagine kindness dan. Traveling alone down a deserted road, you reach a crossroads. Do you continue? Left towards the sea, right towards the castle, ahead towards the forest. Dan ga ik toch maar richting kasteel. Ik hou van kastelen. Do you most fear fire, darkness, isolation, heights of small spaces? Isolation dan. Want ik hou echt niet van om te isoleren of alleen te zijn. In a chest of magical artifacts, which would you choose? The silver dagger, the ornate mirror, dus een spiegel, ofwel een mes, ofwel een spiegel, ofwel een juweel, een perkament, een gouden sleutel, een stoffige fles of een zwarte handschoenen. Ga ik toch gaan voor de silver dagger, want dat vind ik wel leuk. Oké, Blackthorn Wood met een phoenix core, 12,5 inch lang en quite bendy flexibility. Net zoals deze, is ook best wel bendy. Maar de phoenix core vind ik leuk, want ik zit dus samen met de stok van Harry Potter. Ei. En van Voldemort natuurlijk, moet je niet vergeten. Dus op zich, ik vind het een leuke toverstaf. En mensen, wat waren jullie drie dingen? Laat het ook weten aan mij wat dat jullie drie dingen op Pottermore waren. Of wat jullie drie dingen op Pottermore zijn. En dan zie ik jullie graag terug in de volgende video. Rinus, bedankt voor het insturen van jouw idee. Graag gedaan dat ik deze video mag maken. Ik vond deze video wel heel erg leuk om te maken. Dus hebben jullie nog een idee voor een video die ik moet maken na de examens? Laat het dan zeker weten in de comments hier beneden. En dan zie ik jullie terug in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Geef een like, comment, subscribe en deel. Dit is weer een live video. Bedankt voor het kijken. Avada Kedavra.